Goedemiddag, het is weer vrijdagmiddag en dus de hoogste tijd voor gloednieuwe Sloopintenne videoblog. Deze week gaan we het hebben over zomaar een dag in oktober. Waarom dit onderwerp? Nou, omdat alle andere onderwerpen voor nu even op zijn. Dus ik ga jullie vandaag gewoon een dag laten zien uit oktober. De winterstalling, verkopen gaan gewoon door, de showroom, noem het allemaal op. Dat gaan jullie vandaag zien in deze video. Een van de dingen wat nu natuurlijk een van de hoofdonderwerpen is, dat is de windstalling. Want we krijgen heel veel boten in de windstalling. Zowel de binnenstalling als de buitenstalling. Het zijn er honderden bij elkaar. Dus daar zijn alle jongens hartstikke druk mee, inclusief wij eigenlijk met z'n allen. Heel veel boten worden met de auto opgehaald en de trailer, maar er worden ook heel veel boten varend gebracht. Nou, in principe de varende boten die worden eigenlijk dezelfde dag weer het water nog uitgehaald. Mocht dat niet lukken of mocht een boot heel veel werk hebben of pas later de stalling in moeten, dan wordt die even hier geparkeerd in onze waterloods. Hier liggen allerlei boten, ook voor de windstalling zelf. Sommige boten overwinteren in het water, dat kan natuurlijk ook, want de deur gaat uiteindelijk wel weer dicht. Tevens gaat dit allemaal plat. Misschien wisten jullie dat nog niet, en misschien ook wel, maar dit zullen misschien wel een keer van de laatste beelden zijn dat dit plat gaat. Uiteraard zijn alle boten er dan wel uit. Maar ik verwacht dat het een beetje volgend jaar in het voorjaar gaat zijn. Ik weet dat nog niet zeker, dat weten we allemaal niet zeker. Maar een projectontwikkelaar gaat het hele gebied herontwikkelen. Dat wordt echt super gaaf. En daar hebben ze uiteraard wel wat tijd voor nodig. En dan moeten eerst de oude opstallen eraf. Dus dat gaat de komende periode ook gebeuren. Best wel heel erg spannend, want wij zijn er ook voor een deel in betrokken. En denken er uiteraard heel graag en goed in mee. Dat is iets wat allemaal gaat plaatsvinden. Nou, dat dus in de waterloods. We lopen daar even naar de zaak toe en kijken wat daar allemaal gebeurt. Ja, we krijgen op dit moment ook heel veel occasions binnen. Waarom? Nou, sommige klanten hebben een nieuwe boot besteld voor volgend jaar. Maar die wilden nog wel met hun gebruikte boot eventjes doorvaren tot het einde van het seizoen. Nou, dan wordt die wel naar ons toegebracht. Een van die boten is deze Sea Fury 800 achter mij. Die hebben we, omdat we gewoon helemaal vol zitten met boten, even in de sloot gelegd voor ons pand. We hebben een hoop voorbijgangers die altijd leuk vinden om een paar bootjes te zien. En ook willen weten wat die kost. Nou ja, dat kan bij deze niet missen. 49,5. We hadden ook een andere Sea Fury, maar die hebben we van de week overkocht. Nou, we lopen hier even de showroom in nu. Buiten is het denk ik min 10 graden, hier is het min 5. Nou, het is hier wel iets warmer, maar het is hier ook een beetje fris. De verkopen gaan eigenlijk wel goed door dit jaar, moet ik eerlijk zeggen. Want iedere dag hebben we wel een klant. We verkopen ook nog wel bijna iedere dag, in ieder geval iedere week, een boot of een paar boten. Even hier om het hoekje kijken. Bas die zit ook nu met mensen voor een Van Vossen. Hebben ook een boot in te ruilen. Dus ja, dan zijn we altijd aan het kijken of we er ergens met een goed gevoel allebei uit kunnen komen. Dus daar doet Bas nou elkaar zijn best voor. En die mensen zijn inderdaad geïnteresseerd in een Van Vossen. Van Vossen hebben we van de week ook, omdat we een ruimtegebrek hebben, aan het plafond opgehangen. Uiteraard allemaal heel veilig en gecheckt en dubbel gecheckt. Maar wij vonden het wel heel erg gaaf om de boot aan het plafond op te hangen. We hebben ook al een paar keer een boot rechtop gezet. En deze hebben we dus met een heftruck en een hoogwerker en nog een hoogwerker hebben die naar boven gebracht. En veilig opgehangen, zodat we A, meer ruimte hebben en B, alle modellen kunnen laten zien. En C, weet ik niet, maar het is wel gewoon heel erg gaaf. Ja, verder hebben we natuurlijk heel veel boten in de showroom liggen. We hebben echt heel veel boten in de showroom liggen. We liggen echt vol. Ik vind het belangrijk om een goed assortiment te hebben en alles te kunnen laten zien. Ja, we kunnen nu echt alles laten zien. We hebben van de week deze Waanspoor in de showroom gezet. 808, prachtige boot, helemaal in het zwart. Is wel een beetje mijn favoriete kleur bij een Waanspoor. Maar dat is natuurlijk voor iedereen anders. De Van Vossen liggen hier allemaal in mooie gewerpte uitvoeringen. En zoals ik net al zei, aan het plafond zelfs. We hebben hier nog een rij met Corsica's liggen. De Bun-uitvoering, Corsica 500, 520 en 505. En een banaan op de vloer. Wat we ook hebben gedaan 's winters is omdat we de voorraad ook wat meer gaan opslaan. Zodat we de boten omhoog brengen. Die stapelen we op. We hebben bijvoorbeeld de Corsica 75 nu in het zwart, in het wit en in het steengrijs liggen.
Dus we hebben heel veel kleuren beschikbaar. We hebben ze ook nog verder op voorraad, zodat we het allemaal kunnen laten zien. En een van de grootste boten die niet altijd in de showroom ligt, maar nu wel, dat is de Outlaw. Die is 10 meter lang. En is een ontzettende mooie boot. En zeker in de showroom lijkt hij nog veel groter, omdat hij inderdaad op een bok of op een kar staat. In het water lijkt de boot altijd wat kleiner. Dat hebben we ook heel vaak dat mensen een boot hebben gekocht. En in het voorjaar of daarna ligt de boot in het water en dan lijkt hij toch een stuk kleiner. Dus let er altijd op als je voor een boot gaat kijken, dat je zeker weet dat de maat die je kiest ook de juiste is. En vraag desnoods even aan ons of we meelopen naar het water of dat we even de boot in het water laten zien. Dan kun je ook altijd zien hoe de boot in het water ligt en beweegt. Ja, wat we verder nog in de show hebben staan, dat zijn boten die al verkocht zijn voor volgend jaar. Bijvoorbeeld de boten die hier achter staan. Uiteraard zijn dat er nog een paar meer, maar die zijn nog niet helemaal klaar in de werkplaats. Heel veel mensen vragen altijd, wat is nou de ideale tijd om een boot te kopen? Nou ja, als je je boot op tijd wil hebben in het voorjaar en niet wil wachten en als een van de eerste zonnestralen mee kan pakken, dan kan je de boot best zo vroeg mogelijk kopen. Het maakt qua de prijs niet uit, alleen hebben wij wel de tijd om de boot op tijd af te maken. Ik had dat laatst ook met een tuinset, die had ik nodig voor mijn tuin. En toen dacht ik bij mezelf, ik denk, ja, wanneer ga je nou kijken? In het voorjaar heb je levertijden, moet je wachten, nou, dan zit je de eerste paar weken nog op de stoeptegels. Maar als je echt wil varen, dan kan je het beste gewoon op tijd je boot bestellen. Hebben wij goed de tijd om af te maken. En dan kunnen we in alle rust bespreken wat de ideale boot is. Zit er geen haast en druk achter. Uiteraard ben je in het voorjaar ook altijd van harte welkom bij botenbedrijven. Alleen ja, dan kan je te maken hebben met lange levertijden. En als het weer dan goed is, dat is dan een beetje zuur. Ja, hier vanaf het balkon van het kantoor hebben we altijd een hartstikke mooi uitzicht over de showroom. Zoals je ziet ligt het hartstikke vol. We hebben zo'n 120, 130, 140 boten op voorraad. Er liggen ongeveer 65 in de showroom, dus dat is best wel aardig wat. Merken zoals Corsica, Primeur, Outlaw, Tender Air, Triple, Van Vossen, Valerie. Alles hebben we in de showroom liggen, dus dat kan je allemaal zien. En ook in allerlei kleuren. En ook vanaf hierboven heb je altijd een heel gaaf uitzicht. En buiten hebben we natuurlijk ook nog allemaal boten liggen. En in de waterloos hebben we ook nog allemaal boten liggen. Dus genoeg keuze. Ja, we zijn hier in de werkplaats, maar het is over 5 geweest. Het is al bijna 5:30 trouwens. Dus de meeste collega's zijn al lekker naar huis aan het opwarmen voor de koude dag van morgen. Maar Laurens, onze bikkel, die is er nog. En Laurens, wat heb je gedaan? Want we gaan morgen in de werkplaats filmen. Maar ja, wat heb jij vandaag gedaan? Nou, ik heb vandaag aan deze boot gewerkt, onder andere. Kom even mee. Hier... We hebben een werkbon. Er staat van elke boot op wat er moet gebeuren. Deze hoeft er toevallig geen onderhoudsbeurt, maar we hebben wel afgespoten met de hoge drukspuit. Het onderwaterschip en gewoon de buitenkant. Vervolgens hebben we gewassen met shampoo en hebben we hem in de was gezet. En dat zorgt ervoor dat hij langer schoon blijft en dat hij een mooie glans krijgt. Voor de rest hier en daar nog wat bootjes leeggezogen, er lag nog wat water in. En ook achter de schermen en achter de telefoon, achter de computer en alles wat met de werkplaats te maken heeft, wordt heel erg hard gewerkt door Harry. En we gaan eens even kijken bij Harry, die zit lekker op zijn plekje. Goedemiddag, Erik. Harry, hoe is het? Wat ben je aan het doen bijvoorbeeld? Nou, momenteel ben ik bezig om de week een beetje af te sluiten. Het is momenteel erg druk. Zeker met het onderhoud, het winterklaarmaken van boten. We doen elke boot een checklist uitvoeren. We kijken op beschadigingen. Heeft de boot aan de buitenkant, aan de romp nog onderhoud nodig? Is antifouling nodig? We kijken of de onderhoud regulier wordt uitgevoerd. 1 keer per jaar de grote kleine beurt omgewisseld. Op het moment dat ik een totaallijst heb van een boot, dan ga ik daar de kosten bij zoeken. Ga ik de klant bellen voor toestemming of we dat mogen uitvoeren. En mijn taak is om te zorgen dat alle boten weer in het voorjaar weer netjes erbij staan. En dat het onderhoud goed is uitgevoerd. Oké, en hoeveel procent van de windstandersboot is nu ongeveer binnen? We zitten nu eind oktober. Ja, we zitten nu ongeveer op de helft wat binnen is. Daarvan is ongeveer 60-70% gestald. De rest is eigenlijk nog in onderhandeling, wordt nog werkzaamheden aan uitgevoerd. Ja, en daar komt nog, denk ik, nog eenzelfde bulle komt er nu nog bij. Dus ja, de komende maanden moeten we aardig aanpoten. Maar voor de kerst zijn we klaar?
voor kerst 2024 zijn we klaar. Dat zeker. Nee, de bedoeling is dat voor kerst zeker alles binnen is. Daar gaan we wel naar uit. Oké. Nou, super. Nou, dan gaan we even in de werkplaats kijken. Het is bijna 5 uur. Ja, ik vertel even bijvoorbeeld wat er met al deze boten aan deze kant aan de hand is. Dat is allemaal gemengd. Nou, dit is bijvoorbeeld een primeur 715. Die is onlangs verkocht. Die zijn we nu aan het afbouwen voor de klant. Daar is Rewi mee bezig. Niet alle collega's willen altijd in beeld komen. Daar hebben we Brett lopen bijvoorbeeld ook druk met de stalling bezig. Maar primeur 715 zijn ze aan het afbouwen. Hier hebben we een tender 27, daar moesten wat werkzaamheden aangebeuren voor de stalling. Een paar kleine schades moesten er gerepareerd worden en een paar dingetjes die niet helemaal in orde waren. Dus die hebben we in orde gemaakt. Hier hebben we een stout 750, ook voor de windstalling met diverse werkzaamheden. Waterspoor 808, ook voor de windstalling met diverse werkzaamheden. Idem dito voor deze tender 23, dus je ziet eigenlijk dat er heel veel stalling naar binnen komt. Hier een primeur 710. Deze bouwen voor een klant. Die heeft al de tweede of de derde boot bij ons gekocht. Had hiervoor een stout 750. Maar heeft nu een primeur 710 dus. Deze waterspoor is ook een leuk verhaal. Die heb ik van de zomer verkocht. Dat was eigenlijk onze eigen proefvaartboot. Maar die mensen waren zo in één keer verliefd op deze waterspoor 777. Dat we hem... dat ze hem gekocht hebben. Helemaal een puntje van Nederland in Sneek. Snits noemen ze dat. Hartstikke blij met de boot. Ook een paar puntjes die we nog in orde gaan maken en punten die we gaan toevoegen. Dus vandaar dat die bij ons in de stalling staat. Hier een splinter nieuwe waterspoor die we nog aan het afbouwen zijn. Het aantal waterspoors nemen we ons echt wel toe. Het aantal verkopen, dus dat is een positieve ontwikkeling. Verder hebben we hier buiten ook een waterspoor. Dat was ook een demo van ons. Die was voor vorig jaar. Die hebben we eind vorig jaar verkocht. En de klanten hebben bij ons denk ik al 4 of 5 boten gekocht in totaal. Hebben er 250 uur, ik had ze toevallig net op de koffie, 250 uur mee gevaren dit jaar. Best wel heel erg veel, ondanks het slechte weer. En hebben ook een aantal extra wensen op de boot. Dus dat gaan we dit jaar, dit seizoen allemaal doen. Hier zit wel heel veel werk aan, dus de kans dat we die... Ja, die zitten waarschijnlijk even aan de kant straks binnen, want als we dat nu doen, dan kost het ons te veel tijd. Ze willen eerst zo snel mogelijk alles binnen hebben. En die hebben ze net afgespoten en staat nu op een kar. En die gaan we naar binnen halen. Dus het is altijd even een beetje balanceren op de kar, maar op een gegeven moment lukt het wel. Nou, zoals ik net al zei, is Rewi bezig geweest vandaag met de primeur 715. Wat heeft vandaag bijvoorbeeld allemaal geïnstalleerd, Rewi? Ik heb stichter PK motor erin gebouwd. Dubbel accu, met hoofdkakelaar, voor de boelstroef en motor, en een gasendo, boelstroef, en hoek zit er al in, dus maandag maak ik hem verder af. Wat vind jij nou het leukste om aan een boot te bouwen? Wat vind je het leukste om te doen? Alles. En wat is je favoriete boot? Van Vossen? Ja. Van Vossen aluminium. Rewi bouwt eigenlijk altijd aluminium op. Alleen ja, dat de andere jongens nu druk bezig zijn met de winterstalling, moet polyester ook doorgebouwd worden. Dus pakt hij een beetje om en om. Want Rewi, jij kan natuurlijk alles. Ja, tuurlijk. Top. Okay. Ja, sommige collega's vinden het altijd een beetje spannend om in beeld te komen. Kijk, Harry bijvoorbeeld is er hartstikke oké mee. En Rewi is er ook wel oké mee. En Laurens vindt het ook prima. Maar Claudia bijvoorbeeld, die heeft er een hekel aan, terwijl ze zoveel klantcontact altijd doet. De hele week is aan het bellen en aan het mailen en koffie aan het inschenken, mensen aan het ontvangen. Dus we gaan er nou even overvallen om te kijken hoe ze reageert. Claudia, we zijn aan het filmen. Nee, ja. Klauw, we willen gewoon even weten. Klauw, vertel gewoon even wat je allemaal gedaan hebt vandaag. Nee, dat dan snap jij het nou? Ja, en we verkopen natuurlijk heel veel boten uit de showroom. Dus die zitten ook altijd een beetje ingebouwd. Met auto's kan je dat natuurlijk veel makkelijker in- en uitrijden en sturen. En is het gemotoriseerd. Nou, met een boot moeten we altijd duwen. En sommige karren hebben alleen aan de voorkant stuurwielen en niet achter. En dan moeten we ze met een krik omtrekken om de bochten door de showroom heen te kunnen maken. En uiteindelijk lukt het altijd wel. Meestal doen we het einde van de dag, of als we dicht zijn, of op zaterdagochtend vroeg.
Dan verplaatsen we boten. We hebben bijvoorbeeld een 17 verkocht, dus die is uit de showroom gegaan. We hebben nu deze jonge gebruikte 17 gaan we er weer neerzetten. Want we hebben nog twee nieuwe 17 staan, dus ja, we hebben in ieder geval weer een mooie showroomvulling. Nou, voor nu zit de week er echt op. Alle jongens van de werkplaats gaan zo lekker een biertje drinken en een borreltje doen en een hapje en een drankje. En naar huis, wij uiteraard ook. En morgen staat ons weer een drukke dag te wachten. Een hoop klanten komen de boot brengen. En we hebben ook wat afspraken staan voor nieuwe boten en voor gebruikte boten. En we hopen morgen natuurlijk ook een hoop binnenlopers. Vandaag een hoop mensen hier opgewarmd, want het regende de hele dag. Dus iedereen die de windstormsboot kan brengen, die was best wel een beetje doorweekt. Dus lekker opgewarmd hier met een warme koffie en chocomel. En morgen gaan we het gewoon weer open doen. Nou, voor nu wens ik jullie een fijn weekend en tot volgende week. Bye.